Wie ben je en wat doe je? Ik ben Lopke van de Slacht en ik ben eigenlijk jouw mentor. Nou, ik ben Soraya en ik doe bij jou de opleiding aan helpen, zorg en welzijn. Ik ben Sandra de Loos. Ik ben pleegkundige, praktijkopleider en teamleider bij Zorghuis Steenberg. Ik ben Vince van Maurik. Ik ben mbo-student. Ik volg de opleiding manager en ondernemer. Er staat hier, mbo is toch niet echt studeren? Ik zie jouw gezicht al vertrekken. Ja. mbo is zeker wel studeren. MBO is en theorie, maar ook heel wat praktijk. En dat eigenlijk leer je en pas je direct toe. En ik vind dat we jullie vooral praktisch opleiden. En dan daarna de theorie eraan koppelen. Ja. Op het MBO hoef je niet echt na te denken, toch? Ik vind eigenlijk wel dat je bij alles wel echt veel moet nadenken. Ook. Het MBO gaat om nadenken en toepassen. Het is, je denkt na wat je hebt geleerd, de theorie. En dat pas je direct in de praktijk, pas je dat toe. Als je dat niet doet, dan komt er niks van. Nou, op het mbo moet je inderdaad zeker nadenken. Ik kom zelf uit de zorg, wij zijn alleen maar bezig met heel de dag nadenken. Problemen signaleren, problemen proberen op te lossen. En er is een bak theoretische kennis voor nodig die je op het mbo aangeboden krijgt en waar je zeker op moet studeren. Ik denk dat zonder mbo'ers zou de wereld niet bestaan. Want alles wat je om je heen ziet, ook hier, maar ook als je op straat loopt, wordt gebouwd en onderhouden door mbo'ers. Heeft een mbo'er dezelfde kansen als een hoger opgeleide? Ik denk nog wel meer. Ik zie juist dat het een voordeel is als jij al een mbo-diploma hebt, of als je wil gaan doorstromen richting hbo of binnen de zorg naar een andere functie, wordt de mbo-opleiding wel als een hele goede basis gezien. Ik denk dat je als mbo'er veel sneller en beter aan de slag kan gaan dan een hbo'er. Ja, ik denk niet alleen dat ze dezelfde kansen hebben, maar dat ze juist meer kansen hebben. Want mbo is razend populair nu. Ze hebben heel veel mbo'ers nodig, maar niemand die doet mbo. Waarom ben jij trots op het mbo? Ik vind dat het mbo is de motor van de maatschappij. Ik zie dat de mbo'ers zijn de studenten die praktisch heel sterk zijn en die de theorie goed kunnen koppelen aan de praktijk. Als ze maar de juiste uitleg krijgen. Nou, ik denk dat je daar goede docenten voor nodig hebt. Ik denk dat er heel veel goede docenten zijn bij Curio. Maar die docenten worden niet zo goed als we niet zulke goede studenten hebben.